Oké, belangrijke opmerking bij deze video. Dit is geen review van de DJI Ronin S. Geen review. Ik ga eens kijken. Ik heb hem net gekocht. Ik was eigenlijk al een tijdje aan het twijfelen. Ik zou graag... Dus ik film redelijk veel. En ik wou eigenlijk graag iets waardoor... iets meer van stabilisatie. Dus probleem met zo uit de hand filmen. Second. Is dat de honden blaffen? Het is goed. Het probleem met uit de hand filmen is als je gewoon stil zit, sta van nog. Hou je camera stil, maar als je rondwandelt, zie dan, als je bij mensen die je beweegt, krijg je zo'n heel vervelend beeld. En qua stabilisatie, dus ik heb lang getwijfeld of ik de XH1 zou kopen, die dan eigenlijk ingebouwde stabilisatie heeft, of toch maar voor die DJI Ronin SC zou gaan. En even snel zien wat erin zit. Maar oplet, dit is geen review. Waarom is het geen review? Ik wil geen reviews maken op dit kanaal. Ik wil andere content maken. Daar komt het op neer. Maar ik merk dat van zodra dat je een bepaald product in de titel zet, of van zodra dat je filmpjes over een bepaald product gaat, krijg ik massa's veel meer views. Dus bij deze, ik blijf erbij, dit is geen review van de DJI Ronin SC. Dat zal wel in de titel staan, dat het geen review is. Kijk, dus dit is wat er in die verpakking zit. Dat is al tof bij DJI. Dan zijn bij alles. Ik heb ook die, hoe heet dat? Die kleine mobile gimbal voor op de Osmo Mobile, is denk ik. Zo een veel kleinere gimbal voor je telefoon. En dat zit ook in zo'n een schuim behuizing ding. Maar eigenlijk, ja, wat zit er hier dus in? We gaan eens proberen of dat we. De X-T2 die ik dan zou gebruiken, want die waarmee dat ik nu aan het filmen ben, dat is de X-E3. Ja, dat zijn twee lenzen, dus de accu moet er sowieso ook in voor het gewicht. Ik ga zo meteen, ik ga eens opzoeken wat de maximum load is van heel dat systeem hier second. Ja, ik heb een probleempje met mijn vingerafdruk. Wacht, kunnen we dat zien? Nee. Zie je? Mijn duim is aan het vervallen. Ik denk dat er een blind op gezeten heeft of zo. Maar mijn telefoon herkende hem niet meer, mijn vingerafdruk. Dat is dus waarom je zeker minimaal twee vingers moet registreren in het toestel. Dat plus als je een vinger verliest. Daar heb ik geen beeldmateriaal van, gelukkig. Oké, ik heb het hier gevonden. De DJI website, de Ronin SC. Hij weegt zelf 1,1 kilo. Hij kan maximaal 2 kilo dragen. Hier staat het. Oké. Dus dan hoop ik dat de X-T1 is 500 gram, denk ik. Maar ik ga het zo dadelijk wegen. Dat is de 2,8. Nee, dit is de 2,8 lens. Ik hoop eigenlijk dat ik die zwaardere lens ga kunnen gebruiken. Dus de camera zelf plus de batterij 533, dus inderdaad, het zal een halve kilo zijn voor de body en dan ja, bijna iets minder dan een halve kilo plus de accu is 533. En dan de zwaarste lens is 721 gram, dus ja, kan die combinatie zeker gebruiken. Dus dat zou ik moeten kunnen balanceren. We gaan dat eens proberen. Mijn accu was leeg, dus ik heb ondertussen ook heel snel die accu nog gewisseld. Als dat geen hek is. Maar kijk, als het goed is, kan ik dat ding daar zetten. Oei, nee. Wacht, ik ga die... Ik ga er eigenlijk nog... Ik zou eigenlijk mijn statief moeten gaan halen. Hè. Maar zo, ja. Dus... Het werkt eigenlijk met allemaal van die schuivertjes, dat je dan het gewicht kunt verplaatsen. Want het belangrijkste bij zo'n ding is dat je dat balanceert, zodat de camera eigenlijk vrij neutraal in een neutrale positie blijft. En dan heb je de motor het minst kracht nodig om alles stabiel te houden. Hier zit er blijkbaar zo'n lok op, dus je schuift dat daar zo over en dat lokt.
Ja, er zit ook, heeft ook een pro-uitvoering en die heeft nog een paar andere accessoires dat je hier kunt aanhangen om dan je autofocus en zo te bedienen. Hier heb je gewoon een statiefbevestiging en dat is een klein handvat slash statief dat erbij zit. Dan kun je het eigenlijk hem zo ergens plaatsen. Wat ik misschien ook wel moet doen voor deze video. Wacht. Oké, als het goed is. Voilà. Hier is al opgeladen ondertussen. Ja, dat is nog vervelend, dat heel het systeem. Dus je hebt van die snelkoppelingsplaten voor Manfrotto. Voor allerlei andere systemen. Maar je hebt een aantal standaarden. Maar hier zit er gewoon dit bij. Met een schroefje dat je er moet inschroeven. En dat is een heel specifiek plaatje voor DJI. Dus je hebt geen universele bevestiging. Maar goed, er zullen wel adapters bestaan, denk ik. Of er zullen wel adapters uitkomen. Dan moet ik dat... Oei. Ja, die lens duwt daar al op, precies. Dan... Daar hebben ze ook een oplossing voor. Hier een adapterplaatje, dit. Dat je nog tussen kunt plaatsen. Maar heb je nog meer schroeven nodig natuurlijk. Dus als ik nu de camera daar inschuif. Ja, zo. Dan kan ik. Dus hij is nog altijd front heavy. Dus hij gaat nog meer naar achter moeten op dat plaatje dus. Om goed te zijn, die ook moeten vastzetten. Ja. En nu is het enkel die axis die beweegt, dus nu kan ik hier dan die axis. Ik denk dat we er bijna zijn. Ze. Ja, gaan we hem activeren. Hè. Dan kunnen we met de app ook nog fine-tunen is, denk ik. Ah ja, er zit eigenlijk in de app zit een functie om te testen, balance test. Dus om te testen of hem goed gebalanceerd is, dat gaan we uitvoeren. Dus dan staat erbij dat je hem zo schuin moet houden. En dan begin test. Dan voert hem allerlei balansbewegingen uit. De pan. Dus dan komt erbij dat tilt excellent is, roll is excellent, maar de pan, ah, kijk, ziet, hij flipt ook al. De pan moet ik juist instellen. Je kunt in de app ook de filmpjes bekijken hoe dat je elke instelling, dus hier pan balance adjustment. Ik denk dat het daarover gaat, als je hem zo zet. Dat hij niet mag... De ene kant op van. We gaan zien, ik heb hem aangepast. Als ik nu diezelfde test opnieuw doe, of het beter is of niet. Hij valt wel uit, denk ik. En de keer dat dat gedaan is, seconde. Dan krijg je per as een resultaat te zien in de app. Hier zijn ze nu alle drie goed. Wat dat bij mij fout ging, is dat in bepaalde posities begon hem te trillen, de camera. En dat is blijkbaar, je hebt een motorparameters hier. En je kunt die via autotune automatisch laten configureren. Als ik nu gewoon oké klik, dan gaat hij hem nu zelf zoeken. Kijk, dus dat, die trillbeweging, als hij dat doet, is uw autotune niet oké. Nog bezig. Ik had het daar net voor omdat ik eerst de XE3 erop geplaatst had en getuned had. En die weegt veel minder, dus die parameters waren veel te laag. Konden eigenlijk de camera niet houden. Ja,
ik denk dat het goed is. En dan Ultimate Vlogging Staal. Ah, mijn arm. Mijn arm. Man, dat ding weegt.